30 Minutes, nummer 1549, met een uitzending voor vandaag, 15 februari 2019. Dit is de Brutte van vrijdag. Vandaag heb ik geen data, morgen is er wel een slowscan radio. Gisteren was er geen uitzending. Het was nogal een vermoeiende dag, kan ik zeggen. Mijn kat Martine, die is nog steeds ziek. En ze liet gisteren her en der plasjes diarree in huis achter. Ik heb dus een groot deel van de dag regelmatig op mijn knieën op de vloer gezeten om de handel weer op te ruimen. Eind van de middag had ik een afspraak met de patiënt bij de dierenarts. En toen ik thuis kwam, was ik redelijk aan het eind van mijn Latijn. Ik had dmr.li opstaan en werd dus wakker van de morsescijnen die toen al een poosje bezig waren. Geen tijd meer om een uitzending nog te maken, dus ik heb snel de microfoon erin gestoken. En nog wat commentaar proberen te geven, maar de rest van de avond was ik ook redelijk uitgeteld. Poes heeft een virus, zoals wij dat als mensen ook wel hebben, een soort van griep. Alleen heeft Martine blaasgruis en daarnaast een vrij ernstige nierkwaal en astma. Ze kreeg gisteren 5 injecties met van alles, onder andere tegen misselijkheid. En ze kreeg een pijnsteller in tabletvorm mee, want ja, je had ook niet dat die gewone kwalen die ze heeft hierbij ineens de boel heel erg benadelen, hè. De gedachte was dat ze wel snel beter zou worden, maar dat schoot vandaag toch niet helemaal op. Dus ik ben zo pas opnieuw naar de dierenarts geweest waar we een antibiotica-kuur hebben meegekregen. Leuk is wel dat de beide katten normaal voortdurend lopen te ruzien. Maar gisteren toen ik met Martine van 12 jaar oud thuis kwam, toen begon Roderick van krap 6 maanden oud haar direct kopjes te geven en haar kopje te likken. Enfin, tot zover het kattenvolkje. Vandaag ook een deel 3 dus van de serie over digitale spraakmodus. Omdat ik lange tijd bekend stond als iemand die veel van digitale spraakmodus zou weten, werd en wordt mij ook nu nog wel af en toe gevraagd welke digitale mode moet ik nemen. Er zijn er ook wijsneuzen die zeggen dat zij niet aan digitale spraak beginnen, nog niet, want zo is de gedachte. Ze wachten af tot er, net als bij VHS en Betamax, 1 dominant systeem komt bovendrijven. Mensen die dat zeggen zijn, als je erop doorvraagt, bijna altijd een tegenstander van digitale spraak. Ze vertellen dit smoesje om te verantwoorden waarom ze zelf niet met digitale spraak beginnen en in de meeste gevallen ook om anderen daarvan af te houden. Het zijn in elk geval nooit mensen die er heel veel verstand van hebben. Die zeggen zoiets niet. Bij de digitale datamodus op HF hebben we morsen, helschrijven, RTTY, PSK 31. En hoewel er daar heel af en toe maar een heel populaire tussen zit als FD8... Die andere gebruikte modus, het zijn er veel meer dan dat ik er noem, die blijven gewoon gebruikt worden. FD8 is ondanks de grote populariteit nou eenmaal niet ieders ding. En niet alleen dat, mensen die FD8 doen, die willen daarnaast vaak ook nog wel iets met een andere modulatiesoort doen. De verschillen tussen de meeste digitale spraakmodus, die zijn niet heel groot. Bij de systemen waar een digitaal netwerk voor is, heten bij het ene systeem de kanalen backbones waarover de wereldwijde verbindingen lopen, rooms of kamers. En bij de andere heten ze talkgroep of er zijn daar ook reflectors. En bij de derde wordt inderdaad ook gesproken van reflectors. Ook de verschillen in geluidskwaliteit zijn niet super groot. Nou, er zijn er wel een paar die wel wat verschillen. Tetra die klinkt het allerbest. Mijn analoge repeater PI3XTV is standaard meestal gekoppeld met een Tetra repeater PI1PTN. Meestal hoor je aan het verkeer daar niet dat het een digitale verbinding betreft. System Fusion met 12,5 kHz bandbreedte klinkt ook duidelijk beter dan de meeste andere. En dan volgt DPMR in de versie met de Chinese Nantong vocoder. Daarna ontlopen de verschillen elkaar niet meer zoveel. Omdat grotendeels ook steeds dezelfde vocoder wordt gebruikt, AMBE of AMBE plus 2. De laatste klinkt wel wat beter dan de eerste, maar de verschillen tussen de beide vocoders zitten meer in zaken als het onderdrukken van het effect van flutter door gereflecteerde signalen dan in de geluidskwaliteit. Toen DMR net opkwam en bijna iedereen in de digitale spraakwereld nog op DISTA zat, toen hoorde je veel mensen erover dat de geluidskwaliteit op DMR zoveel beter zou zijn. Momenteel neemt op DISTA de populariteit weer toe en veel van de nieuwkomers die melden over hun beslissing om op DISTA over te stappen juist de betere geluidskwaliteit die ze vinden dat DISTA heeft. Behalve digitale spraak klinkt ook SSB overigens vrij merkwaardig. Ik denk dat SSB voor buitenstaanders zelfs vreemder klinkt dan de meeste digimodus. En als ik dus iemand moet adviseren over een digitale spraakmode, dan zeg ik meestal die mode waar je vrienden zitten, of in elk geval de mensen die je wil spreken. En dat is inderdaad het beste advies.
Er is natuurlijk wel een nadeel dat in veel regio's repeaters staan voor meerdere systemen. Dat versplittert natuurlijk ook de activiteit nogal. Een ontwikkeling die er ongetwijfeld aan gaat komen zijn die van de multimode reflectors, rooms, CQ talk groups. Zo'n multimode backbone kun je dus voor alle modes gebruiken. Je kunt in regio A, waar alleen maar D-Star repeaters staan bijvoorbeeld, dan stations bereiken in regio B, waar alleen iets voor DMR of Fusion staat. Uiteraard moet je dan wel voor de betreffende repeater geschikt apparaat hebben. De koppeling tussen die verschillende modes is echter nog geen sinecure. De vocoders zijn bijvoorbeeld niet altijd gelijk en ook niet allemaal van hetzelfde merk, omdat bij de compressie op deze manier het maximaal mogelijke bij de spraak wordt weggelaten, kun je gewoonlijk niet nog een kenmerk daaruit weglaten, want dan gaat het irritant klinken of onverstaanbaar. Ook kan een aspect dat er nog is van de herkenbaarheid van stemmen verdwijnen, hoewel dat bij de meeste systemen toch al flink gereduceerd is. Het probleem is dus dat systeem 1 bijvoorbeeld kenmerk A weglaat en systeem 2 kenmerk B. Het probleem is dan dat je voor een bruikbaar audio niet zowel A als B kunt missen, wat wel gebeurt als je de beide systemen achter elkaar zet. Dat is overigens wel op te lossen, maar in veel gevallen werkt die oplossing dan maar voor een deel van de stemmen of voor een deel van de apparatuur of voor een deel van de klankkleur van die apparatuur. Er zijn daarnaast ook nog andere dingen die een rol spelen. Het netwerk met gekoppelde repeaters, zoals wij hier D-Star gebruiken, is een functionaliteit waar D-Star oorspronkelijk niet voor is ontworpen. Dat is er later bijgemaakt en het werkt bovenop de oude functionaliteit. Onder andere om die reden moet je niet te snel de microfoon indrukken, want als je dat doet zijn nog niet alle repeaters na de vorige doorgang afgevallen en dan ben je niet hoorbaar op de repeaters die op dat moment nog niet afgevallen zijn. DMR en Fusion echter hebben een heel andere netwerkstructuur. Daar kun je wel vrij snel de microfoon pakken, hoewel het niet zo snel is als bij FM volgens mij. Maar bij een koppeling tussen D-Star en een van die twee anderen, zullen de mensen op D-Star, tenzij de mensen op die andere mode hier voortdurend rekening mee houden, zich nooit bij een lopende verbinding kunnen inmelden. En waarschijnlijk zullen ze ook bij het QSO waar ze in zitten, soms de microfoon niet op tijd kunnen pakken. Ook dit is technisch wel weer op te lossen, maar of de mensen bij DMR of Fusion het leuk zullen vinden dat er omdat er zo'n multimode koppeling bestaat een vertraging in hun netwerk wordt ingebouwd, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.